طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. Welkom bij een nieuwe les van Nehu. We zijn vorige keer zijn we gebleven bij de fa'il. Uitleggen wat de fa'il is. Kunnen jullie mij in het kort vertellen wat de fa'il is? Wat is de definitie? Wat is de definitie van de fa'il? Hij komt na de fi'al in een zin. In een jumla fi'aliyya. In een jumla fi'aliyya. Het is degene die iets uitvoert. Is degene die iets uitvoert. Oké, dus degene die iets uitvoert. En een van de eigenschappen van de fi'al is dat je altijd na de fi'al komt. Dus je hebt een werkwoord en je hebt dan vervolgens iemand die het werkwoord uitvoert. Dat is de fi'al. Nou, we hebben gezegd dat er twee soorten zijn. Namelijk, je hebt ism dhahir en ism mudmar. Ism dhahir is alles wat geen damir is. Dat is Mohammed. Of mannelijk, vrouwelijk, enkelvoud. Meervoud, tweevoud. Ism dhahir. En mudmar is een damir. Zoals Anna, Anta en Hua. Nou, hoe ziet de damir eruit als het een fi'al is? Nou, normaal gesproken verbind je de fi'al met de fi'al. Je zegt niet qama ana, maar je zegt qum tu. Je zegt niet dhahaba ana, maar je zegt dhahab tu. Ja. Dus tu is mutasil, is verbonden aan de fi'al. En de regel is, de algemene regel is als het mogelijk is om een damir te gebruiken die mutasil is, is het niet toegestaan om de munfasil versie te gebruiken. Dus dat is niet correct, grammaticaal, om te zeggen dhahaba ana. Je moet zeggen dhahabtu. Omdat tu is mogelijk, dan is het niet toegestaan om te zeggen dhahaba ana. We hebben wat voorbeelden gegeven ervan. En dat was het op zich. Dus op zich, even kijken. Dat is altijd marfoa, toch? Ja, de fi'al is marfoa. De fi'al is marfoa, ism marfoa. Is een ism die marfoa is. En die komt na de fi'al en is degene die de fi'al uitvoert. Kan het dan meer zijn? Zoals darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma. Kan dhahir zijn. Kan dhahir zijn, zoals daraba Muhammadun. Wa akala zaydun. Wa namat zaynabu. Wa ma ashbaha dhalik. Dus de damir is altijd mutasil. De damir is mutasil behalve. Bij behalve. Ja. Illa. Ik kan bijvoorbeeld zeggen. Ma qama illa ana. Bij illa. Bij illa. Dus dan komt hij na illa. Je kan niet zeggen. Ma qama illa tu. Kan niet. Je moet zeggen. Ma qama illa ana. Niemand is opgestaan behalve ik. Ma dhahaba illa anta. Niemand is gegaan behalve jij. Dan kan je de mutasil, de munfasil versie gebruiken. Maar daar kun je toch ook een ism dhahir van maken? Ja, ja, sowieso. Ma qama illa Muhammad. Ja, precies. Maar hij, dhahir gebruik je hem altijd op dezelfde manier. Okay. Dhahaba Muhammad, ma dhahaba illa Muhammad. Dus dat is op zich hetzelfde. Nee. Op zich, zijn er vragen over dit? Over dat stuk? Maar dat is alleen bij illa, toch? Je kan niet van een dhamir een andere dhahir bijzetten. Nee. Dus dhahabtu, en dan kan je niet zeggen Muhammad of iets erbij. Nee, want dhahabtu toe is dat de fa'il. Ja. Tenzij je wil verduidelijken wie het is. Snap je? En wil je die daar hebben? Of wat bedoel je? Nee, bijvoorbeeld dan wil je zeggen dhahabta. Het talib, bijvoorbeeld. Weet je toch? Ja, ja, ja. Zo, op die manier. Het is verduidelijken van wie enta is. Ja. Maar het is geen fa'il dan in dat geval. Hoe heet ook alweer die fa'il die geen dhamir is? Dhahir. Is een dhahir. Met het waar, hè? Waar hier, met een waar van Walimin. Waar hier. Oké, okay, is dat duidelijk? Ja. Dan kunnen we naar het volgende hoofdstuk gaan. En na'ibu alil fa'il, oftewel na'ibu al-fa'il. Na'ibu al-fa'il. Nou, wat is na'ibu al-fa'il? Na'ibu al-fa'il is degene die in de plaats komt als de fa'il op vakantie is. Dan heb ik zo een voorbeeld geven. Normaal gesproken heb je een fi'al en een fa'il, toch? Bijvoorbeeld, qama, ana, oftewel, qumtu, of qama Muhammad. Dit is de fi'al. En Muhammad is de
Verheid. Maar er zijn er andere woorden in de Arabische taal, zoals de mef'ul bi. En een mef'ul bi, wat je eigenlijk doet, is... wat is een mef'ul bi? Weet jullie dat? Degene bij wie het gedaan wordt. Degene bij wie het gedaan wordt. Men waqa alayhi fi'lul fa'il. Men waqa alayhi fi'lul fa'il. De fi'l van een fa'il gebeurt bij hem. Maar bij qama kan dat niet, want qama kan je niet bij iemand doen. Dus je hebt enkele af'aal, enkele werkwoorden die muta'addi zijn, oftewel die overgankelijk zijn naar een mef'ul bi. Muta'addi. Muta'addi. Overgankelijk. Nee, sorry, zonder dit. Zonder muta'addi. Zo. Muta'addi. En je hebt af'aal die lazim zijn. Lazim. Dus de fi'l kan muta'addi zijn, of de fi'l kan lazim zijn. Lazim houdt in dat hij niet muta'addi is naar een mef'ul. Hij is niet overgankelijk naar een mef'ul. Zoals qama. Qama is dus een fi'l die lazim is. Ik kan niet zeggen, qama Muhammadun Zaidan. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat betekent niks. Maar wat bedoel je met overgankelijk? Hè? Dat betekent dat je de fi'l van de fa'il kan toepassen op een mef'ul. Hij moet toepasbaar zijn. Qama is staan. Kan je staan bij iemand doen? Nee. Kan je staan bij iemand doen? Daarom is zij dan niet overgankelijk. Dat is lazim inderdaad. Dus qama is een fi'l die lazim is. Nou, laten we een voorbeeld pakken van eentje die wel overgankelijk is. Oftewel muta'addi is. Je ta'adda ila mef'ulihi. Zoals darabe. Darabe is een goed voorbeeld. Slaan. Iemand slaat, iemand wordt geslagen. Dus darabe is bijvoorbeeld... darabe is de fi'l. Mohammed is de fa'il. En Zaid is de mef'ul bi. Darabe Mohammedun Zaida. Fi'l, fa'il, mef'ul bi. Een hele standaard opbouw. Nou, wat is de na'ibul fa'il dan? De na'ibul fa'il vervangt, bij de na'ibul fa'il vervangt de mef'ul bi, neemt de plaats in van de fa'il. En de fa'il halen we dus weg. Wordt niet genoemd. La yudhkar. En wat gebeurt er nou? Om dit mogelijk te maken, moeten wij de fa'il verbouwen. We moeten de fi'l verbouwen. Dus in plaats van daraba, en wordt het doriba. Doriba en zeiden is zeid. Is waarom zeiden? Omdat het mef'ul bi is. Hij is mansoob. Maar zodra hij de plaats inneemt van de fa'il, wordt hij marfu' zoals de fa'il marfu' is. Doriba, Zaidun. Ik heb echt een heel laatste stuk gemist. Oké. Vanaf Daraba. Oké. Daraba Muhammadun Zaida. Fi'l fa'il mef'ul bi, toch? Wacht even. Daraba Muhammadun Zaidan. Dat is de fi'l fa'il en de mef'ul bi. Ja? Oké, wat is de na'ibul fa'il dan? Bij de na'ibul fa'il vervangt de mef'ul bi de fa'il. Dus hij wordt marfu' nadat hij mansoob was. En hij wordt onderdeel van de basis, umda, nadat hij extra was, fadla. Dus hij wordt umda. Dus mef'ul bi is altijd amda. De mef'ul bi is fadla, standaard. De mef'ul bi is fadla. Fadla bedoel ik. Ja. Hij wordt nu, dus het is ja. Extra. Is een extra. Dus fadla is... Fadla. Met dat dad. Fadla. Is extra. Amda is de basis. Onderdeel van de basis. De fa'il is amda dul kalam.
Als je geen fa'il hebt in een jumla fa'ili, heb je geen zin. Maar je bestaat uit een fa'il en een fa'il. Het moest net ilay. Maar als je die weghaalt, als je de mef'ulbi weghaalt, is niks aan de hand. Qua grammatica dan. Hè. Dus daraba, Muhammadun, Zayda is een correcte zin. Fi'l fa'il mef'ulbi. Maar wat gebeurt er nou als je de fa'il weg wil halen, dan moet je vervangen met een mef'ul. Dus de mef'ul neemt de plaats in van de fa'il. Dus hij wordt umda nadat hij fadla was. En hij wordt marfu'a nadat hij mansoob was. Wat is na'ib aan die fa'il? Dat is na'ib aan die fa'il. Of na'ibul fa'il. Na'ibul. Ik kan ook zeggen na'ibul fa'il of na'ibul. Welk woord is dan de na'ibul fa'il? Zayd. Zayd, oké. En wat je dan moet doen, wat een extra is, is dat de fa'il moet veranderen. De fi'l moet veranderen. Want de normale fi'l, de fi'l is normaal gesproken mabniyun. En dit is niet, heeft niks te maken met mabni van mabni en ma'arab. Ja. Dit is een andere mabni. Mabniyun lil fi'l. Dit is een sarf term. Heeft niks te maken met grammatica verder. Maar dit is mabniyun lil fi'l. Dat is de manier waarop je normaal gesproken een normale fa'il is mabniyun lil fa'il. Is gemaakt voor de fa'il. Wil je hem gebruiken voor wil je een na'ibul fa'il gebruiken, dan moet het werkwoord veranderen en wordt het mabniyun mabniyun lil maf'ul. Zo, ja. Mabniyun lil maf'ul. Mabniyun lil maf'ul. En wat houdt het in? Dat betekent dat daraba doriba wordt. Daraba wordt doriba. Is daar een bepaalde regel voor hoe die verandert? Ja, dat is een standaard regel. Bij sarf leer je het grootste gedeelte, maar in ajromia staat ook een klein gedeelte. Mocht sarf lustig? Wanneer? Morgen. Nee, morgen is gewoon een algemene Arabische. Maar geen sarf. Nee, die komt terug. Een keertje, inshallah. Tayyip. En na'ibu anil fa'il. Hoe wordt het genoemd door Ibn Ajroom? Hij zegt, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dit is de maf'ul waarvan de fa'il niet genoemd wordt. De maf'ul waarvan de fa'il niet genoemd wordt. Niet genoemd wordt. Zeg nog eens een keer, Moussa. Dit is de mef'ul waarvan de fa'il niet genoemd wordt. Al mef'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dus dit is het hoofdstuk bab. Al mef'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. En wat is het, volgens Ibn Ajroom? Hij zegt, huwa al-ismul marfu'a. Het is een ism die marfu'a is. Dus de na'ibul fa'il, of de maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, is een ism die marfu'a is. Alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. طيب عند أيتلك وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به. Want het kan voorkomen dat je een zin hebt, kalam hebt, dat bestaat uit een fi'l, een fa'il en maf'ul bih. Zoals qata mahmoudun al-ghusna of hafida khalilun al-darsa enzovoort. Dus gewoon fi'l, fa'il, maf'ul bih. ونحو يقطع إبراهيم الغسنة ويحفظ
Aliyun ad-Darsa. Of het nou fi'al is in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd. Maakt op zich niet uit. Fi'al, fa'il, mef'ul bi. وقد يحذف المتكلم الفاعل. En het is mogelijk dat de mutakallim, oftewel degene die aan het praten is, de fa'il verbergt, weghaalt. يحذف, الحذف. من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول. En genoeg neemt met het noemen van de fi'al en de mef'ul. Maar in dat geval, حين إذن, in dat geval, يجب عليه أن يغير صورة الفعل. In dat geval is het verplicht voor hem om de bouw van de fi'al aan te passen. Hij moet de fi'al aanpassen. ويصير صورة المفعول أيضا. ويغير صورة المفعول أيضا. Hij moet de mef'ul ook veranderen. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه. أما تغيير صورة المفعول, dus hoe de fi'al verandert gaan we zo bespreken. Maar hoe de mef'ul verandert is dat dit. Nadat hij mansoep was, يصيره مرفوعا. Hij wordt مرفوع nadat hij mansoep was. ويعطيه أحكام الفاعل. En hij krijgt de ahkam of de regelgeving met betrekking tot de fa'il. En wat zijn de eigenschappen of de regels met betrekking tot de fa'il? Als belangrijkste, wat hij marfu' is en dat hij na de fa'il komt. Terwijl de mef'ul mag wel voor de fa'il komen. Geen probleem. De mef'ul mag voor de fa'il komen. De fa'il kan niet voor de fa'il komen. Dus hij zegt, ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل. Dus hij moet naar de fi'al komen. وتأنيف فعله له إن كان مؤنثا. En het vrouwelijk maken van de fi'al als het vrouwelijk is. Want de fa'il, als jij normaal gesproken een werkwoord hebt. Als je zegt, قام محمد. قام is mannelijk. Nou, wat gebeurt er als ik wil zeggen Zeynep, bijvoorbeeld? Qamet. Dus je maakt de fi'al, maak je vrouwelijk. Qamet. Je hebt qama, mannelijk, qamet, vrouwelijk. Nou, is het ook zo, bij Doriba bijvoorbeeld, dan zeg je Doriba Muhammadun. En Doribet Zeynabu. Het is precies hetzelfde. Als de fa'il vrouwelijk is, moet de fi'al ook vrouwelijk worden. Als de na'ibul fa'il vrouwelijk wordt, moet de fi'al ook vrouwelijk worden. Wa yusamma hina idin na'ibul fa'il. Hij wordt na'ibul fa'il genoemd. Of al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maar die fa'il, in zo'n zin als bijvoorbeeld Doli bij Zeydan. Ja, Zeydun. Zeydun, sorry. Als je daar dan de fa'il wil aanwijzen, dan moet dat eigenlijk gewoon een verborgen huwa of zo, toch? Nee. Is dat niet dit? Nee. Dit is totaal anders. Okay. In dit geval is de mef'ul neemt echt de plaats in van de fa'il. De fa'il is er gewoon niet. Lem yudkar. Hij is er niet. En wat betekent Doriba Zeydun? Zeyd is geslagen. Precies. Wie heeft hem geslagen? Weten we niet. Weet je niet. Maar, Sefu zou er al doen, dan zou je dus zeggen, het is nog steeds een vuil B. Nee, Naibul Fa'il. Naibul Fa'il maar voor. Mijn vuil B is mansoep. Ja. Dus hij neemt echt de plaats in van de vuil. Hij is voor Naibul Fa'il, is een aparte categorie. Oké. Hij is dan ook daarom is met de Bamba natuurlijk. Precies. Naibul Fa'il. Wat is ver? Welke, wat is ver?
Nee, het is een veil. Is een... Het is een nebelveil. Het is geen veil? Nebelveil. Het is geen veil. Het is nebelveil. Nebelveil, klaar. Het is nebel. Het is een mef'ul. Want hij is nog steeds degene die geslaagd is. Klopt. Maar omdat hij het echt kenbaar overneemt, dan het wordt... Ja, precies. Daarom noemen we hem nebel. Tijp. Ibn Ajhum zegt... فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. Hij zegt, als de فعل, als je een فعل ماضي hebt. In dit geval kom maar twee, zijn twee mogelijkheden. De فعل in dit geval kan ماضي zijn of مضارع. Dus de فعل المبني الفعل المبني للمفعول. Dus hij verandert, de فعل is veranderd. En dat noemen we المبني للمفعول. En als het ماضي is, wat gebeurt er? Ten opzichte van المبني للفاعل, de standaardversie. Wat verandert er? Hij zegt ضم أوله ضم أوله de eerste letter ervan. De eerste letter krijgt een damme. Wa kusira, oftewel kasra, kusira, ma qabla akhiri. Wat betekent dit? Op het einde krijgt hij kasra. Nee, ma qabla. Of tussenin dus. Nee, ja, niet per se. Want een veelmaal die hoeft niet per se drie letters te staan. Ja, dus de letter voor de laatste letter. De ene laatste. De ene laatste. Dus de ene laatste letter krijgt een kasra. Dus daraba wordt doriba. Ja. En enzala wordt... Unzila. Wat is tek daarbij wordt? Hoe? Stek te hebben. Is tek te hebben. Is stek te hebben. Nee. Deze verandert iets meer. Dit is een beetje een afwijkende. Dus bij straf leer je echt al die andere. Stoek te hebben. Ik heb het bijna. Maar zou ik tegen wat dat boos zijn? Dat is een manier. Ja. Dit is de term die we geven aan deze fi'l. Als de fi'l verandert, op deze manier, noemen we hem al-mabni lil-maf'ul. Dat is een sarfterm. Heeft niks te maken met mabni of mu'arab of wat dan ook. Al-mabni lil-maf'ul, sommigen noemen het al-mabni lil-majhul. Dat is een foute term. Ja, dan zegt ze, hij is onbekend. De fi'l is onbekend. Maar dat hoeft niet altijd. Het weglaten van de fi'l kan ook zijn omdat je al weet wie het is. Hij zegt, خُلِقَ الْإِنْسَانُ. De mens is geschapen. Wie heeft geschapen? الْفَاعِلْ لَمْ يُذْكَرْ. Welke is niet مَجْهُول. Dat is ma'loom. Dus die term is fout. Daarom zeggen we مَبْنِي لِلْمَفْعُول. Wat gebeurt er bij الْمُضَارِع? Voorbeeld van الْمُضَارِع, يَذْهَبُ. En yadhabu is eigenlijk is lazim, maar yadribu. Wat gebeurt er daar? Dum awaluhu. Dus dum awaluhu. Futiha. Ma qabla. Akhiri. De ene laatste letter krijgt een fetha. Dus in plaats van yadribu wordt het? Yudraba. De fi'l mudara is normaal gesproken maar voor. En niet op een damma. Dat blijft hetzelfde. Ja. Dat blijft hetzelfde, want dat heeft effect...
Dit is een serverding. En dan raak ik dus niet het einde van het woord. Dat is echt alleen de ene laatste. Ja, dus Yadribu, what? Yudrabu. قال إن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. Dat is bij المضارع. Dus bij الماضي is de eerste krijgt een dam, krijgt een damma en de ene laatste krijgt een kasra. Bij de mudar wordt de eerste krijgt een damma en de ene laatste krijgt een fatha. Dat is de regel, het algemeen. ذكر المصنف هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى مفعول. وذلك أنه إذا كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس. وإن كان الفعل مضارعا أو الفعل مضارع إس ثم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. Begrijp je wat de verschillende betekenis is tussen de twee? Verschil? Verschillende betekenis. Ik snap je vraag. Tussen de twee, tussen de fa'il en de mafa'il. De fa'il en de na'ib al fa'il. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Wat is niet duidelijk? Niet tekst. Oké, maar hoe het verandert, bedoel je, de fi'al? Ik snap heel die tekst niet. Ja, oké, maar goed, maar begrijp je wat, dit hebben we al uitgelegd van tevoren hier. Oké. Dit is gewoon letterlijk dit, is gewoon wat hier staat. Oké. Dus bij maadi doen we awaluhu, wa kusra ma qabla akhiri. Dat is hoe de fi'al verandert, toch? Dat is hoe de fi'al verandert, in, bij het geval van na'ib al-fa'il. Ja. Dus nogmaals, laten we zeggen, hier, أنزل الله القرآن فعل فاعل مفعول به توخ أنزل الله القرآن. أوكي نيو ويلو الفاعل weghalen en de مفعول به in de plaats zetten van de مفعول van de فاعل. Sorry, wat gebeurt er? Twee dingen. Dus de Koran wordt marfoa. En dat is zoals Al-Koran doet, toch? Ja, Al-Koran. Of Al-Koran, mag ook. Maar Koran is bekender. Dus hij is fa'il gewoon dat hij mef'ul bij ons. En Allah haal je weg. Ja. En Enzela krijgt het woord Unzila. Ja. Unzila. Unzila. Het enzela is een fi'al. Madi. Unzila al-Qur'an. Ja. Mag je nog één keer die vorige zien? Ja. Zou je die in het Nederlands kunnen vertalen? Dus die madi, wat gebeurt daar dan? De eerste letter krijgt een damma en de ene laatste letter krijgt een kasra. Kusira ma qabla akhiri. Ja. De ene laatste krijgt een kasra, zei je? Ja, kasra, ja. Unzi. Zij. In dat geval is de ene laatste. Unzi. En bij die andere, bij die mudari? De eerste krijgt een damma. En de ene laatste letter krijgt een fetha. Futiha ma qabla akhirihi. Even kijken of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. Mooi.
Afkijken, zeg. Ik heb hier één staan. Dan heb ik niet te verdelen. Ja, dat is een vlucht. Necho. Die ene kent het namen. Mashallah. Dan heb je nog. Na je vaal kan je opverdelen zoals je de vaal kan onderverdelen. Is hem wahir, is hem mudmar. قال هو على قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ضرب زيد يضرب زيد أكرم عمرو يكرم عمرو والمضمر اثنى عشرة المضمر precies hetzelfde ضربتو ik ben geslagen ضربتو in plaats van ضربتو ik heb geslagen ضربتو ik ben geslagen ضربنا wij zijn geslagen ضربت jij bent geslagen Doribti, jij bent geslagen, maar vrouwelijk. Doribtuma, jullie twee zijn geslagen. Doribtum, jullie zijn geslagen. Doribtunna, jullie zijn geslagen, maar dan vrouwelijk meervoud. Doribe. Hoe? Doribet, hier. Als je doribe hebt, is gewoon jumla mufida. Doribe. Ja. In principe wel. Maar ja, dan vraag je, dan normaal gesproken, mijn probleem is... Als het hoe is wel, maar dat is ook bij darben. Als het hoe is, ja, darb. Ja. Maar normaal gesproken heb je de fa'il nodig, toch? Darba zeidun. Ja. Dus je hebt ook de mef'ul nodig in de plaats van de fa'il. Dus doriba, zoals doribtu, is fa'il mef'ul, toch? Maar die mef'ulen noemen we na'ibul fa'ilen in dit geval. Omdat hij de plaats inneemt van de fa'il. Dorib toe. Toe is na'ibul fa'il. Dus dan heb je de fa'il en na'ibul fa'il. Dus een jumla mufida bestaat uit een fa'il en een fa'il. Of iets wat de fa'il vervangt, na'ibul fa'il. Dat is ook mogelijk. Want hij neemt de plaats van de fa'il in alle gevallen. Hij wordt magfoor, wordt omde, dat het fadla was. En hij wordt... Pak alle ahkam over van de fa'il. Dus eigenlijk wat daar is gewoon jumla mufida eigenlijk. Ja, dit is allemaal jumla mufida. Doribtum, doribnaat. Doribu, zij zijn geslagen. Doribna, de vrouwen zijn geslagen. Enzovoort. Aqulin qasimu na'ib al-fa'il. Kamman qasim al-fa'il. Zoals de fa'il onderverdeeld wordt. Naar zahir en mudmar. Wordt de na'ib al-fa'il precies op dezelfde manier wordt hij onderverdeeld. Ila dhahir wa mudmar. Wa mudmar ila muttasil wa munfasil. En zoals jullie precies weten. Ja. Maar doriba illa ana. Niemand geslagen, behalve ik. Dus op zich, na'ib al-fa'il en fa'il zijn bijna hetzelfde. Wordt gewoon ook letterlijk alle ahkam ook van... Alle ahkam, alles. Alle ahkam. Zijn precies hetzelfde met na'ib al-fa'il. De betekenis verandert. Want je hebt de mef'ul geplaatst in plaats van een fa'il. Dat is het enige. Duidelijk? Vragen over na'ib al-fa'il? Dan gaan we naar Mubtada toe. Waar is Mubtada? Hier, Mubtada. Al-Mubtada wal-Khabaru. Dat is de andere kant van het verhaal. Je hebt een jumla ismiya. En een jumla fi'aliyya. De jumla fi'aliyya bestaat uit een fi'al en een fa'il. Of, zoals we hebben geleerd net, de fi'al en de na'ib al-fa'il. En de na'ib al-fa'il neemt daarin de plaats van de fa'il over. Bij de mubtada en ghabar praten we van een jumla ismiya. Dus, een jumla fi'aliyya is een fi'al en een fa'il. Of de na'ib al-fa'il. En, in het algemeen... Een jumla ismiya bestaat uit een mubtada en ghabar. Er is een kleine uitzondering, maar die komt heel weinig voor. Maar die zal ik wel even met jullie delen aan het einde van het hoofdstuk van al mubtada wal ghabar. Al mubtada wal ghabar. Al mubtada is volgens de definitie van Ibn Ajurum al ismu al marfu'u. Zover waren we al, dat een ism is. Die marfoor is. Maar, zoals hij het noemt, is hij al-ari anil awamili lafdiyya.
En wat zijn de awam in lafziya? Dat gaan we nu onderzoeken. Dus, een voorbeeld van een mubtada en een khabar is Muhammadun Naimun. Naimun, aan slapende. Dus ismul fa'il van iemand die, van nama. Dus ismul fa'il, een safding, van, dus een slapende, iemand die slaapt. Dus Mohammed is iemand die slaapt. Letterlijk vertaald. Mohammedun Naimun. Mohammed is de mubtada. En Naimun is zonder twijfel de khabar. Dus we hebben een mubtada en een khabar. Nou, de definitie die aangehaald wordt door Ibn Ajurum. En Borkani moeten we voornamelijk opletten, want hij komt uit Fes. Geboren aangetogen. En overleden zelfs. Dat is wel een tijd geleden. Dat is 700 jaar of zo, denk ik. Maar een tijdje. Muhammadun Naimun, Mubtada un Khabar. De Mubtada is een ism die je mag voor is. Nou, dat zover waren we, als we kijken. Dat hebben we vaker behandeld. Maar de definitie van Ibn Ajurum is dat hij vrij is van een amil lafdi. Of, meervoud, awamil lafdiya. Wat is een amil? Een amil? Een amil, ja. Ja, maar in nahw. Een vakterm. Amil. Amil lafdiya? Lafdiya, ja. Amil als woord. Amil, als woord betekent het een werker. Ja. Iemand die werkt. Maar in nahw... Het is eigenlijk datgene wat ervoor zorgt dat er grammaticaal status van een ander woord van... Dat is precies de definitie die ik zocht. Een woord of een concept dat ervoor zorgt dat een grammaticale status van een ander woord verandert. Dat is de basis van alle nahw. Van alle i'rab. Dus Mohammed is amil, of al-mubtada is altijd amil... Vrij van, aari. Oh, hij is vrij. Vrij van, awamil lafdiyya. Al-aari betekent vrij van. Dus hij is altijd marfoor. Altijd marfoor. Hij is marfoor, maar wat maakt hem marfoor? Dat hij aan het begin van zin staat. Dat hij mubtada is. Ja, ja, maar waarom is het mubtada? Wat maakt een mubtada marfoor? Wat maakt, oké, okay, misschien makkelijker, ik begin met een makkelijke vraag. Wat maakt de fa'il marfoa? Fa'il. De fa'il. Oh, zo. Wat maakt de maf'ul bi mansoob? De gabar. Nee, de fa'il. Gabar, welke gabar? De fa'il. Nee, niet fa'il, de fa'il. Wat maakt de fa'il ook die andere mansoob? Als we praten over amalul fa'il. Oh, ja. Yaghfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Die wist jij. Die heb ik. Ik weet zeker dat ik die heb herhaald en heb gezegd. Die moet je onthouden. Oké. Okay. We gaan even terug naar de definitie van. Dus hier. Onthoud dit eventjes, deze definitie. Ja. Hij is vrij van. Al-Ari anil awamil lafdiyya. Dat is de mubtada. Nu gaan we even terug naar de definitie van Arab. Helemaal in het begin. Nou, niet helemaal in het begin, maar wel redelijk in het begin. Dus als hiervoor nog. Of moet je el harfu? Nee. De harf. Ja, hier zo. Hij geeft aan dat el Arab, hetgeen wat we nu aan het bestuderen zijn, houdt wat in. Is het veranderen van het einde van de woorden. Van het einde van de woorden. Vanwege het verschillen van de awamil die van toepassing zijn erop. Hij zegt, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li-ikhtilaf al-awamil al-dakhilati 'alayha. Awamil is meervoud van amil. Awamil is meervoud van amil.
Vanwege de verscheidenheid van de awami die van toepassing zijn op een woord, verandert de grammaticale status. Dus omdat iets marfoor is, en dan in een ander geval mansoob is, en in een ander geval majroor is, die verandering wordt veroorzaakt door de amil. De amil is dus de veroorzaker van een grammaticale status. De amil is de veroorzaker van de grammaticale status. Dus de moeite daarvan is niks. Want hij is vrij daarvan, toch? Hij is vrij. Het is niet dat hij niks van dat. Los van het feit, hij is... Als we praten over de fa'il, is de fa'il nou een amil of een ma'mul? Amil. Hij is geen die het doet. Nee. Als we praten over we hebben Mohammed. We hebben... Dhahaba Muhammadun. Welke status heeft Mohammed? Marfoor. Hij is marfoor. Marfoor. Wat is de rafia? Wat is de amil? Dhahaba. Is dan de rafia? Als je zegt de amil, denk ik degene die het doet. Snap je? Maar dat is mijn fout. Precies. Niet precies. Fa'il is een specifieke nahu-term. Hetzelfde geldt voor amil. Ja. Dus we hebben een rafia. Namelijk de fi'l is de rafia van de fa'il. En de nasib van de mef'ul. Ja. Dus hij is de amil van de rafia. Oftewel rafia. Of de amil van nasib van de mef'ul. Oftewel de nasib. Hoe zit het dan bij de mubtada? Muhammadun na'imun. Muhammadun na'imun. Waar is de amil? We weten dat deze marfoor is, dus hij is de ma'mul. Bij hem is het gedaan. Bij hem is de amil uitgevoerd. Hij heeft een status gekregen. Hij is marfoor gemaakt. Ja. Wat heeft een marfoor gemaakt? Dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Nou, Ibn Ajrum zegt... Hij is vrij van awamil lafdiyya. Wat is een lafdi? Wat is lafd? Spraak. Spraak, wat uitgesproken wordt. Met andere woorden, hij heeft geen awamil lafdi, maar een awamil ma'nawi. Ja, alhamdulillah. Dus hij heeft een... Hier is een awamil lafdi. We hebben, spreek je uit toch? Lafdi, dat is uitgesproken. Dus het is een amil lafdi. Dus de fi'l is een amil lafdi voor de fa'il. Maar bij de mubtada zegt Ibn Ajrum, hij is vrij van de awamil lafdiyya. Hij heeft geen amil die je uitspreekt. Wat blijft er over? Een amil die je niet uitspreekt. Oftewel, een concept in plaats van een woord. Want woorden spreek je uit, en een concept dus niet. Dus het is een amil ma'nawi. Dit is altijd bij mubtada. Mubtada, ja. De mubtada heeft een amil ma'nawi. Dat is de rafi'. Wat doet hij? Hij doet een raf bij Mohammed. Veroorzaken. Hij geeft de amil die hij uitvoert een raf. Nou, wat is die amil ma'nawi dan? Dat is de vraag. Wat is het dan? Het is niet uitgesproken. Dan is het een... Niet iets wat niet uitgesproken is. Oftewel een begrip. En geleerden verschillen van mening over wat de rafia is. Oftewel de amil van de mubtada. En het is best wel logisch dat ze verschillen van mening. Omdat er gewoon niks aan te wijzen is. Dus in principe zou alles het kunnen zijn. Er is geen delil om te zeggen, dit is de amil van de mubtada. Nou, heel veel geleerden, zoals Ibn Ajrum, zeggen, je hebt een amil ma'nawi, oftewel het concept al-ibtida. Begin. Dat is een van de meningen. Die concept is altijd maar voor. De mubtada is maar voor.
Moektijd heb ik dan, ja. Dus dat is altijd een Bravia, in principe. Precies op die manier. Dus we weten het niet. Laten we daarop houden. We weten niet waarom de Mubtada marfu' is. We weten dat die marfu' is. Want we zeggen alhamdulillah en niet alhamdulillah of alhamdulillah. Dus alhamdu is marfu', dat weten we. Dat is een damme, een alama zien we. Maar wat de marfu' heeft gemaakt, weten we niet zeker. En daarom hebben de geleerden een meningsverschil hierover. Nou, als we gewoon zeggen al-ibtida, zijn we vanaf. Hebben we een van de meningen gepakt? Al-ibtida. Dat is gewoon dat hij aan het begin van de zin staat. Toch? Precies. Al-ibtida. Al-ibtida is bij de mubtada de rafia. Wat is dan de rafia van de khabar? Mubtada. Mening. Dat is een mening inderdaad. Ja. Wat feit dat hij een fa'il is? Nee, dat klopt. Ik zeg, want er is geen fa'il. Precies. Ja. Tenzij de ghabar de maan even een fa'il heeft. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Hè. Maar dan praten we over fa'il. Praten we niet over ghabar. Ja. Dan praten we over de mef'ul van de ghabar. Dat kan ook. Maar dat is weer iets anders. Dan gaan we iets dieper. Typen. Laten we dat houden. Dus de mubtada is marfu'. En hij heeft geen I'm in love of thee. Maar iedere... dus je moet eigenlijk... Of de status... grammaticale status moet je zien dat het veroorzaakt is door iets. Het heeft een veroorzaker. Het is veroorzaakt. Marfu' betekent letterlijk dat het... dat het gedaan is bij hem. Dus er moet iets zijn wat hem heeft veroorzaakt. Het is het gevolg van iets. Wat de oorzaak is, weten we misschien niet altijd. Ja. En er is een boek geschreven, die heet Mi'atu Amil. Focus voornamelijk vanuit het oogpunt van de Amil. Wat is de Amil van alles? En er zijn er totaal 100, volgens hem. 100 Awamil in de Arabische taal. In de Nahw. En de Fi'al is natuurlijk een grote ervan. Maar sommige zijn heel makkelijk, zoals Lam en Lamma. Zijn jawazim. Zorgen dat een fi'al majzoom wordt, bijvoorbeeld. Dus dat zijn er al twee. En je hebt er 18 in ijrumiyya alleen. En je hebt 10 nawasib. Zijn er 10. Dus heb je alle 28. Dus op die manier kom je heel snel aan de 100. Oké, dus de mubtada. Zoals hij het beschrijft. Het is belangrijk om het concept te begrijpen. Als hij zegt, hij heeft geen amil lafdi, betekent het amil ma'nawi. Zal ook waarschijnlijk in de uitleg staan. Maar dan gaan we zo even kijken. Verder. Jawazim. Nee, wordt fijn. Type hier. Kale. Bab al-mubtada wal-khabar. Al-mubtada huwa al-ismu al-marfu'u al-aari 'an al-awamil al-lafdhiyya. Wal-khabar. هو الاسم المرفوع المسند إليه. Zij wordt pakt gewoon de status van de mubtada. Nee, heeft niks. Isnad ilayhi heeft te maken met het feit dat er iets over dat hij hem vervolmaakt. De ghabar vervolmaakt de mubtada. De mubtada alleen is geen kalam. Als ik zeg Mohammed en vervolgens niks zeg. Wat dan? Naimun, akilun, yadhhabu, ummuhu, hadira. Iets. Moet ik vertellen daarover. Ik heb een ghabar nodig. Zodat hij een volledige isnaad krijgt. Een volledige kalam wordt. Zoals Zaidun qa'imun. Wa Zaidani qa'imani. Wa Zaidun qa'imun. Dus een mubtada en ghabar hoeft niet per se enkel fout te zijn. Kan ook meer fout zijn of twee fout. Type. Maar je ziet wel bij die drie voorbeelden dat ze precies dezelfde ringsnaad overnemen. Wat? Wa Zaidani qa'iman. Wa Zaidun qa'imun. Ja. Dus het is gewoon echt precies, ze krijgen dezelfde status als de mubtada. Ze volgen de mubtada op inderdaad in een tweevoud of meervoud. Maar als het enkel fout is? Ook. Zaidun qa'imun. Ja. Aqulu al mubtada wa ibaratun amma ijtama'a fihi thalathatu umur. De mubtada is hetgeen wat drie zaken bevat. Omvat. Al-awwal. En yakuna isman.
Dat is een ism. 2. En wat betekent dat het een ism is? Betekent dat het geen verl of haf is. Toch? Mm. Hij is marfu'a. Betekent dat hij niet mansoof majroor is. والثالث أن تندرد أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. تويد اسم مرفوع يا. تويد اسم مرفوع. تندرد فريز فان عوامل لفظية. فان عوامل دي uitgesproken worden. Alles is gewoon amil ma'nawi bij mubtada. Ja, de mubtada heeft een amil ma'nawi altijd. Dus je kan eigenlijk gewoon in je koene amil ma'nawi kan je ook echt opschrijven. Ja. Een voorbeeld hiervan, waar alles aan voldoet, is Mohammedun hadirun. Mohammedun voldoet aan alle drie de voorwaarden. Dat is duidelijk. Het is een ism marfu' en la wordt niet voorafgaan door een amil lafzi. Duidelijk. Wat is het ghabar dan? Hoe een ism marfu' alladhi yusnadu ila al mubtada wa yuhmalu alayhi. Fayatimu bihi ma'ahu al kalam. Dus, de gabber vervolmaakt de mubtada. Dus hoe kan je het zien? De gabber is het woord of... Nee, wacht even. Het is niet per se een woord. De gabber is hetgeen wat de zin vervolmaakt. De mubtada, samen met de mubtada, de zin vervolmaakt. Dat is de gabber. En de gabber heeft natuurlijk meerdere categorieën. Maar die zijn wel interessant. Zijn interessant dat een waaier moet maar enzovoort. Nou, de mubtada. De mubtada is waaier of mutmar. Want je kan natuurlijk zeggen Mohammedun qa'imun. Maar je kan ook zeggen anna qa'imun. Of huwa qa'imun. Of nahnu qa'imun. Of hunna qa'imat. Bijvoorbeeld. Dus dat de mubtada qismaan is, is duidelijk. Dat je dhaahir en mutmar hebt. Dus hij zegt, al mubtada qismaan, dhaahir en mutmar. Fadhaahir met taqaddama dhikruhu, wal mutmar ifna ashra. Wa hiya ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Zoals, ana qa'imun, nahnu qa'imun. Enzovoort. Dat is duidelijk, toch? Ja. Dat je een damir kan gebruiken in plaats van Mohammed. طيب. وأقول ينقسم المبتدأ إلى قسمين الأول ظاهر والثاني المضمر. ظاهر en المضمر. Heb je nog uitleg nodig hierover? Nee. طيب, dan slaan we dat stukje over. Of ja, nee. Wil je weten wat Anna betekent en Enta en Enti? Nee. Hij wordt hier echt uitgelegd. Anna. Anna, hier, Anna. Lili mutakallim wahid. Dus voor iemand die spreekt, enkelvoud. Weet je, dit soort definities maakt het alleen maar moeilijker. Ja, precies. Dus als je weet wat enta en enti en zo enzovoort is, klaar. Dan kom je bij aqsam al-ghabar. En hier moet je even opletten. Want aqsam betekent categorieën. Het onderverdelen. Taqsimat. أقسام الخبر قال ابن أجرم الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. Wat betekent مفرد in deze context? Eén wat, ja, maar één wat. Geen enkelvoud, precies. Normaal is مفرد enkelvoud. Maar in dit geval is het één woord. Dus, het probleem is, we gebruiken dezelfde termen in hetzelfde boek met verschillende betekenissen. Ghayr mufrad. Dus als we praten over ghabar en mufrad, ghabar en mufrad betekent een, de ene betekent één woord en de andere betekent meer dan één woord.
فالمفرد نحن زيد قائم. Maar niet per se dat het enkelvoud is. Want al-Zaydan al-Qa'imun, of al-Zaydan al-Qa'iman, is precies hetzelfde. Is mufrad. Is één woord. Of al-Muslimat, Qa'imat. Ook mufrad. Ghabar. Dus ik schrijf hem even op. Ik maak even een mooie onderverdeling. Dus de ghabar. En bij deze... Khabar kan dus mufrad zijn. En met mufrad wordt bedoeld één woord. En gairu, mufrad. Oké. Bij mufrad dus één woord. En gairu, mufrad. En vervolgens zegt hij. Wa gairu, mufrad. Arba'atu ashya. Gairu, mufrad. Zijn vier zaken. Al-jaru wal-majroor. Al-jar wal-majroor. Wa-zarf. Wal-fi'lu ma-fa'ilihi. Wal-mubtada'u ma-khabarihi. Zoals fi. Precies als die voorbeeld. Dus heb je zeidun fi. Daar dat is al-jar wal-majroor. Ik snap ik snap er niks van. We gaan zo kijken, we gaan het uitleggen nog. Dus we hebben vier gairu mufrad. Als we helemaal specifiek willen zijn, kunnen we het nog onderverdelen in twee. En dan twee per twee. Sorry, wat was het? Jaru mujroor, hè? Warf. Warf. En de fi'l met zijn fa'il. En de mubtada met zijn gabber. En we hebben hier vier voorbeelden. Eerste voorbeeld. Zaydun fiddar. Wat betekent dat? Zaydun is thuis. Zaydun fiddar is in het huis. Precies. Zaydun indaka. Inda is een warf. Dat is tof. Warf is een plaats of tijd. Einde. Plaats of tijd. Plaats of tijd. Maar dat is die andere toch dan ook? Vind bar. Bar is dan ook warf? Ja, maar vier is harf. Tja. Oké. Okay. Specifiek. Okay. Warf is een... we zullen erop komen. We komen daarop. En daarom, die lijken heel veel op elkaar, die twee. Een jarum is roer en een warf lijken heel veel op elkaar. Ja. Die worden ook samen shibhul jumla genoemd. Shibhu jumla is jar mijroor of het darf. Dus zeidun fiddar wa zeidun indaka. Zeidun indaka betekent? Bij jou. Hij is bij jou. Zeid indaka, ladeka. Zeidun qama abuhu. Zeidun qama abuhu. Wat betekent dat? Zeid heeft zijn vader laten opstaan. Nee. Ik zou zeggen, Zeid staat op zijn vader. Heeft hem wakker gemaakt. Nee, ook niet. Wie staat? De vader. Abu? Ja, Zaid heeft hem. Nee, maar hoezo heeft hij hem veroorzaakt? Wie staat er? Wie is de fa'il? Abu? Oh. De vader van Zaid staat, dat is het. Oh, de vader van Zaid. Abu, kame Abu. Men kam. Abu. Niet hij heeft hem laten staan of wat dan ook. Zaidun, kame Abu. Wie staat? Ik weet dan niet kame Abu Zaid. Kame Abu Zaid. Kan. Kan ook. Kan ook. Okay. Zaidun qama abuhu. Maar je moet kijken naar de betekenis. Ja, letterlijk betekenis. Zaidun, wie staat? Zaid. Wat is er met Zaid? Wat is er met Zaid? Je vertelt iets over Zaid. Zijn vader staat. Dat is wat je vertelt. Je vertelt Zaid, zijn vader staat. Klopt. Zaidun qama abuhu. Klopt. Snap je? Mubtada, die wordt uitgelegd door de gabber. Wat wil je vertellen over Zaid? Dat zijn vader staat. Dat is de gabber. Zaidun qama abuhu. Maar het is toch... wat is dan voor fa'il met fa'il? De fa'il met de fa'il. Qama abuhu. Maar het is niet mubtada en khabar, maar khabar. Dit is de khabar. Die twee samen zijn de khabar. Maar er zijn vier voorbeelden van aqsam khabar, toch? Ja. Dan zie je daar wafa'il. Oké. We pakken ze één, we gaan ze één voor één. Oké. Als we hem heel letterlijk zouden pakken, de tekst, zonder even...
Om nog even te ouderen te doen. Dan pak ik hem even puur. Dan pakken we zeden voor daar. Wat is zeden? Dus moet het, hè? Moet het, toch? Ja. Moet het, hè? Klopt. Moet het, hè? En dan vier daar is? Gabber. Oké. Okay. Ja. Toch? Ja. Omdat je meerdere woorden bestaat, valt hij onder die ga je door moe. Rij je moe vooruit, omdat je hebt meer. Precies. En dit is het jouw misroer. Oké. Okay. Zeidun. Qama abuhu. Zeidun is een mubtada. Qama abuhu khabar. En wat is de wat bestaat khabar uit? Fi'al. Fa'il. Toch, het is de fi'al en fa'il, toch? Ja. De fi'al en de fa'il zijn de khabar van de mubtada zeid. Hoe zou ik dat die khabar van de eerste analyseren? Deze. Ja. Die is harf jar. Dit is half jar. Ja. En naar half jar komt, is een mishroer. Ja. Mishroer met half. Duidelijk. Toch? Duidelijk. Maar we doen wel ta'wil op deze tweede. Op deze niet, deze is goed. De eerste gaan we ta'wil doen. Gaan we nog met ma'awil doen. En wat is de hoe dan? Hoe is gewoon de damier? Ja, ik heb dat damier. Het was van damier. In dit geval is het een modaf ilay. Een modaf ilay. Modaf ilay naar zee, toch? Ja, maar... Aïdun, aïd. Oftewel terugverwijzend naar... Zijn. Ila zee. Ila mubtada. Om nog mooier te maken. Om terug te verwijzen, om deze zin te koppelen... Aan de mubtada heb je iets nodig wat terugverwijst naar hem. Dat is het modaf alleen, dat is geen vriend. Modaf is de betekenis van, toch? Ja, precies, de vader van hem. Van zeden. Modaf alleen is dus terugwijzend naar de. Nee. De modaf alleen niet, per se. De modaf alleen is alleen omdat het een betekenis van heeft. Betekenis van? Van. Dus, ja, dus die van dat. Dat is een modaf alleen. Maar in dit geval heb ik ook deze Damir is vervolgens ook nog. Maar hoe ga je doen? Ila al-mubtada. Ila of ala. Aïdun ala. Is mijn ala, moet ik zeggen. Maar goed. Kom je later een keer tegen. Tijp. Raya mufrad, arba'atu asha. Al-jar wal-majroor, wal-dharf, wal-fi'al ma'a fa'ilihi, wal-mubtada ma'a khabarihi. Dus de khabar kan jar wal-majroor zijn. De khabar kan dharf zijn. De khabar kan een fi'al met zijn fa'il zijn. Oh, en de gabber kan een moebteller met de gabber zijn. De gabber zelf is de moebteller. Een moebteller en gabber is de gabber. Zoals. Zeidun jariyatuhu dhahiba. Dat is van hem. Jariyatuhu. Jariya. Hoe heet het een jariya is toch? Nee, deze niet. Jariya. Is 600 jaar oud deze boek, dit boek, hè? Het is niet, we zitten niet in de afschaffing van slavernij of zo, hè? Nigeria, dat zijn Nigeria. Je weet wat ik bedoel. Maar Amerika, amen. Zag je het nu nog steeds niet? Ik heb eigenlijk niks van. Met een S. Nigeria, ze zijn... Ik kan geven. Oh ja, oké. Okay. Niks. Nee, het is dingen. Jerry is vrouwelijk. Ja, ziet ze. Ja, oké. Okay. Laten we zeggen, dienstmeisje. Ja, perfect. Perfecte vertaling, toch? Dienstmeisje. Zahiba. Wat een voorbeeld jij geeft. Zahiba betekent zij is gegaan. Nee, ze naar de markt. طيب اقول ينقسم الخبر الى قسمين الاول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد
والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. Dus قائم. Wat geen jumla is en ook niet lijkt op een shabihan bil jumla. Oftewel, shibhu jumla. Mughayyir mufrad nawa'an. Jumla wa shibhu jumla. Dit is de uitleg. Wat hij doet, is hij zegt, deze twee, of hier heb je nog. Onder heb je nog twee. Heb je twee categorieën, namelijk shibhu. Shibhu. Shibhu al jumla. Shib betekent lijken op. En? En shibhu al jumla. Alhamdulillah. Shibhu al jumla en jumla. Shibhu al jumla bestaat uit jar en majroor. Dat zou je net zijn. Ja, precies. Maar hier wordt je nog iets verder onderverdeeld. En warf. Zou je wel betekenen shibhu jumla? Shibhu jumla lijkt op een jumla, maar is geen jumla. Want een jumla is of ismiya of fi'aliya, toch? Een fi'aliya is fi'al wa fa'il. Fi'al wa fa'il. Of mubtada wa khabar. Wat staat daar bij die eerst helemaal onderaan en dan rechts? Jaru wa majrur. Dharf, deze. Ja, ik wilde die jaru. Jar wa majrur. Mubtada wa khabar. Dus eigenlijk die vier kan je nog verder onderverdelen. De ene is shibhu jumla en de andere is al jumla. Wat denk je dan? Dus ghabar kan mufrad zijn. En ghayr mufrad. Als je ghayr mufrad is, is shibhu jumla. Shibhu al-jumla. Of al-jumla. En shibhu jumla betekent of het is jar wa majroor. Of het is dharf. En al-jumla is fi'al wa fa'il. En mubtada wa ghabar. Oké? Nee, geen probleem, ik ga hem uitleggen. Ja, wat staat daar bij die laatste, mijn moesta? Oké. Mubtada wa khabar, toch? Mubtada wa khabar. Mubtada wa khabar. Daarom. Ja, die jumla is duidelijk. En dan heb je die shibhu jumla. Ja. Oké, dus de shibhu jumla is oftewel het is een jar en met jeroer, of het is een dharf. Dus als een van deze is, gewoon precies. Shibhu jumla. Ja, precies. Enig zou uitleggen. Oké, wat jumla nou aan? En de jumla heeft twee vormen. Ismiya en fi'aliya. Toch? Ismiya en fi'aliya. Jumla ismiya hier met ta'allafat min mubtada'in wa khabar. Zoals abuhu karimun. Min qawlika Muhammadun abuhu karimun. Karimun. Wat betekent deze zin? Muhammadun abuhu karimun. Het vader Mohammed is Karim. Ja, precies. Wat is Karim? Het is gewoon een naam dan? Nee, of ja, het kan ook, je kan zeggen, het is Karim, maar... Nee, het is niet de naam. Karim is, vrijgevig, edel, enzovoort. En Jumla Fi'aliya is zoals Safara Abuhu. Zijn vader is gaan reizen. En bijvoorbeeld, Mohammedun Safara Abuhu. ويدرب غلامه
وخالد يضرب بالضبط زت يضرب غلامه يضرب وبت يضرب حصلت اي يضرب 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 لكن هي اسك سلاك هي اسك سلاك غلامه غلام غلام is jongen zijn jongen zijn dienstjongen ja dat ook Khalid yudrabu ghulamuhu. Wat betekent dat? Dienstjongen van Khalid geslagen. Een ghulam. Ja. Fa in kana al-khabaru jumlatan. Als de khabar een jumla is, dan is er een rabit nodig. Oftewel een verbinding tussen de jumla en de mubtada. Dus de jumla is, de khabar is de jumla. Moet ook een verbinding zijn met de mubtada. Imma bi damirin, oftewel met een damir. Ya'udu ila al mubtada. Zoals in de voorbeelden. Abuhu van hem, ja, niet de vader van hem. وإما اسم الإشارة of met een اسم إشارة. Wat een اسم إشارة? هذا kan ook. Dus je wilt zeggen هذا رجل طيب bijvoorbeeld, of كريم. هذا, dan kan ik zeggen محمد هذا رجل كريم. هذا verwijst naar محمد. Maar dit moet. Je moet. Ik snap het niet. De ghabar moet verbonden worden met de mubtada. Ja. Of met een damir of met een ism ishara. De ghabar moet. De ghabar, als het een damir, als het een jumla is. Nou, maar ik in Mohammed is mubtada toch? Ja. Wat is de ghabar? Ghabar is hada. Hada. Karim. Alle drie toch? Hada rajulun. Ja, eigenlijk hada rajulun. Ja. Wat is Karim dan? Karim is naad. Maar dit is dan volledige zin. Dit is toch Mubtada de Ghabar? Ja. Hij de Rajulun. Want dan kan je ook toch zeggen Mohammed en Rajulun? Karim, ja, kan ook. Waarom staat er dan hij daarbij? Maakt niet uit. Het kan. Oké. Okay. Het gaat omdat het kan. Okay. Het geeft alle mogelijkheden aan. Oké. Okay. Ja? Muhammadun hadha rajulun karim. Hadha rajulun karim is een, hadha rajulun is een jumla. Dus hadha verwijst naar Muhammad. En bijvoorbeeld Muhammadun safara abuhu. Muhammadun mubtada, safara abuhu fi'l fa'il is de khabar. En er moet een damir in zitten die terug verwijst naar Muhammad. Ja. Het enige. Duidelijk? Duidelijk. Oké. Okay. Stel voor je zou het niet gebruiken, waar is die damir dan? Niet. Dat zou ik gewoon toepassen. Dus je kan een damir of een ism ishara gebruiken. Ism? Ishara, aanwijswoord. Hada, dalika. Hadihi, hadihi, aulai. Ismul ishara. Bekend is hada. Ook hadihi. Tilka, dalika, aulai. Zo allemaal aan Asma'ul Ishara. Enzovoort. Asma'ul Ishara. Dat is één categorie van de... Nee. Of Tilka, wat zei je? Tilka. En dan? Ha'ulai. Wat nog meer? Is dat? Of zijn dit ze? Ha'dani. Ha'tani. Ha'tani. أولئك كان كيتشو اسماء الإشارة بعمل سن مبنيات في الأسماء سن مبنيات على ما هو باو في مثلنا ما لكم بلاتة أوكي شبه جملة نوعان شبه جملة زين تو فور بيلدر جار المجرور أوف
Dharf. Jarre Majoor, zoals Fil Masjid. Als ik wil zeggen, Aliyun Fil Masjid. Fil Masjid is Jarre Majoor. En Dharf is zoals Faukal Rusni. Of, ja, bijvoorbeeld, At-Ta'iru Faukal Rusni. Fauqa betekent boven. Dharf. Wat belangrijk is om te weten, is dat Shibhu Jumla, staat hier niet in, is dat Shibhu Jumla is muta'alliq bi khabrin mahdhuf. Verbonden. Dus Jumla is een volledige khabar. Khabar mufrad ook. Maar Shibhu Jumla, deze categorie. Hoi kort. Heb je al edelgist geprobeerd? Edelgist. Nee? Zelf, ik ga een keertje edelgist voor jou fixen. Wat? Ik heb gelezen dat edelgist helpt tegen hoi kort. Shalom. Wetenschappelijk onderzoek en niet zomaar Facebook. Uit de Facebook staan, precies. Laagste vorm van bewijs. Goed, laat iedereen kan typen. Ja. Maakt niet uit. Uit de Facebook staan. Als mensen zeggen, Nahu, als we over Nahu praten, zeggen ze even voor hun Facebook staan, dan slaap ik. Maakt niet uit. Ik zet hem ook op YouTube. Even kijken. Shibhu Jumla. Jouw misroer. Dus dit is muta'alliq. Verbonden. Of ja. Aangehaakt. Aangehaakt. Muta'alliq. Bi khabarin. Bi khabarin mahdhuf. Weet je wat hadf betekent? Mahdhuf is dus iets wat weggehaald is. En wat is weggehaald? De khabar. Dus hij is verbonden met een weggehaalde khabar. Dit is de meest correcte mening met betrekking tot Shibhu Jumla. Dus wat betekent dat als ik een Shibhu Jumla heb? Zoals Muhammadun fil masjid. Fi is harfjar. Al masjid is majroob al harf. Samen is het Shibhu Jumla, toch? Ja. Is verbonden aan wat? Ghabar. Of het van ghabar. Nee, niet het van ghabar. Al ghabar mahdhuf. Al ghabar mahdhuf. Wat is de ghabar mahdhuf? Ka'inun. Van kana yakunu. Muhammad is in de moskee. Ka'inun fil masjid. Wat is de betekenis van ka'inun? Ka'inun is vervoegd vanuit kana. En kana is gewoon is. Dus Mohammed is in de moskee. Mohammed fil masjid. Letterlijk, als je me letterlijk vertaalt, Mohammed in de moskee. Maar hij is in de moskee. Dus ka'inun fil masjid. Ka'inun of yakunu fil masjid. Hij is in de moskee. Dus hij moet alleen bij khabar in mahdhuf. Meest correcte meen ik. Wa ka'inun indak. Wa ka'inun fauqa. Dus als je het dharf gebruikt, precies hetzelfde. Duidelijk? Ja. Ja? Mm-hmm. Kan je dit herhalen? Want volgende week gaan we hierop voortbouwen. Kun je herhalen? Ja? Dat is goed. Dan houden we het hierbij. We zijn 10 minuten eerder klaar. En dan gaan we volgende week verder. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa barik. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كنت أخي كنا خين بعض العرب نونا بيشوفنا. كان. كيف لي بعض بعض دينغ ممكن لي بعض بروبيرا. هو بعض كان. شلون؟ هني زي أيضا. دي بعض إيش مياه يوم؟ ها؟ شو تعرف؟ شو تعرف؟ شو تعرف؟ شو تعرف؟ شو تعرف؟ شو تعرف؟ أنا يوم كتبت محمد الذهب
Nee, nog niet. Ik geef even deze. Er zijn drie voorbeelden en hier kunnen we, dan ik laat hem openstaan. En dan kunnen jullie gewoon even rustig nadenken wat de Arab is van deze en dan gaan we die bespreken. Duidelijk. De eerste gaan we iets meer. Of nu? Of nee, maakt niet, ze kunnen nu gelijk doorgaan. Ja, als jullie, maar jullie hebben tijd om hier eventjes voor te zitten. De eerste zoom is meer, dus dat heb je Moeptede en Gabber. Oké. Moeptede en daar hebben ze de Gabber. Daar hebben ze niet de Gabber. Niet? Gabber is hem toch? Gabber Mufra, dat is hem. Wij hebben zijn verjaar. En wat heeft een verjaar altijd? Een verjaar. Dus een verjaar en een verjaar samen is een Joomla. Is dat dan die Hoa die dan weggehaald is? Dat is Hoa. Ja. En Hoa verwijst terug naar Mohammed. Oké, maar hoe kan de eerste dan niet verder zijn? Mohammed. Wat moet het dan zijn? Het groente dan Gabber. Wat is Gabber? Dus oké, wat is het dan? Allah. Ja, of is het moet een Gabber of een verre en verre? Kies ik maar. Ik denk dat die verre bij Hoa samen dat dat Gabber is. Dat precies. Is sowieso Moeptedder. Dat is Moeptedder, oké. Wat is de Gabber? Hoa. Verre bij Hoa. Nee, niet Hoa. Wij hebben Hoa. Verre en verre. Ja. Precies. Dat is wat ja, en in de Joomla zit een Damir die terugverwijst naar de Moeptedder. Ekele Zeydun. Ekele is verleden tijd. Ekele is verleden tijd, ja. Vermaadi. Vermaadi, maar benieuwd naar de? Nasp. Nee, niet aan Nasp al-Fatih. Nee. Nasp is, Nasp is Arab, is niet binnen. Oké, mooi, maar hij heeft niet aan de Fetha. Ja, aan de Fetha, ja. Zeydun. Zeydun is? Fijn. Fijn, ja. Fijn. Saf. Saf, was het. Dat is makkelijk. Boeri bij. Hamza toe. Dat is die Nijbel Fijn. Ja. Je en dat Boeri heeft een vet als een bamma gekregen. Dus we hebben Fijn, we hebben niet alle vet. Ja. En Hamza toe. We hebben niet alle vet, omdat hij bij de derde, of de ene laatste letter. Ja, maar maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Nee, je zegt Hamza, mebni ala al-fath. Nee, niet Hamza. Hamza. Duriba heb ik toch. Fi'al. Mebni ala al-fath, ja. Ja, mebni ala al-fath. Hamza toe. Hij is de mefu'ul bih eigenlijk, maar hij vervangt de dingen. De fi'al. Dus hij is na'i'ul fi'al, marfu'a. Ja. Oké, safis. We hebben het gedaan. Dan opgelet vandaag. Safis, houd het hierbij. Allahu a'lam.